proper fanfare van de vieze gasten is een vrij atypische fanfare. Waarom? Eén, we stappen niet. En we hebben ook vrij atypische instrumenten. Het is een totaal concept van muziek en dans en beeld. En, we proberen echt zo feestelijk mogelijk uit de hoek te komen. Dat is trouwens allemaal opgebouwd met vrijwilligers, vrijwillige muzikanten, vrijwillige dansers, clowns. Iedereen is zeer geschift en absurd gecostumeerd. En met heel veel energie, veel onstuimigheid om wat feest in het leven te geven. De fanfare is een sociaal-artistiek project. Dus, het gaat dan meer om puur om dat repeteren en dan te gaan optreden. Want het is echt een totaal gebeuren en een totaal verhaal. In die zin, wij gaan ook om de 2 jaar op reis samen. En dan zijn we vertrokken met meer dan 125 mensen. Als er een fanfarist verhuist, dan zijn er direct 12 fanfaristen klaar om mee te helpen verhuizen. Dus ja, dat hangt heel hecht aan elkaar, die groep. Al 17 jaar ben ik vrij content dat ik met die mensen dat ik ervoor mag staan en dat ik eigenlijk samen met het publiek mag kijken wat dat die bende allemaal uitsteekt. Als ik mij dan af en toe omdraai en dan zie ik het publiek met zo'n glimlach, dan kun je alleen maar zeggen merci gasten of merci. Want het is de max.